voorlopig even voorbij, die hittegolf. Hoe hebben Almeloers die hoge temperaturen ervaren? Een paar reacties vanaf de markt. De hitte hebben wij overleefd door rustig te blijven. Genoeg en veel water drinken. We hebben één merk vorige week donderdag eruit laten vallen met die hitte. Dat was Almelo. Vrijdags heb ik geen merk. En voor de rest kalmpjes aandoen. De handel netjes verzorgen. Niet te veel meenemen. Want je weet dat er niet te veel mensen op afkomen. Dus. Ja. Ik heb het voordeel dat we wonen in een huis van 1925. Dus de begane grond is heerlijk koel. Ben u ook zo blij dat die hittegolf voorbij is? Schrikkelijk. Ja. Oh, ja. Wat een puinhoop wat ik ervan gehad. Ja. Ik heb geen oog dicht gedaan s'nachts. Niks. Helemaal niet. Nee. En mijn fossielenverzameling zit in de kelder. Dus als het echt hoge nood is, dan ga ik in de kelder. Ik ben altijd blij. Dat de hittegolf voorbij is? Oh, dat de hittegolf voorbij is. Nou, eigenlijk van de ene kant wel, van de andere kant niet. Want ja, wanneer is het goed natuurlijk? Ik hou wel van een beetje warmte. Ja. Dit is ook weer prima. Het is een beetje gewone temperatuur en daar word je wel blij van. Blij dat de hittegolf, ja, zeker. Ja, dat was erg warm. Maar ik heb er ook van genoten. En dat was vooral, dankjewel. Dat was vooral 's avonds en 's morgens vroeg. Hoe hebt u de tijd doorgebracht? Veel binnen, de boel dicht. Lekker drinken en rustig aan. En ja, overdag was het wel een beetje overleven. Ik zette emmertjes water in mijn tuin en ik overgoot mezelf met koud water. Dus zo heb ik het overleefd. Oh, het mag mee wel iets warmer zijn nou. Nou, ja. En hoe hebben u die afgelopen dagen dan gehad? Een beetje fietsen en ja, een lekker balkon zitten. Het bos in fietsen, heerlijk. Ja. Je moet er toch wat van maken. En dan heeft Almelo de 288 inwoners bij. Potentiële klanten. Wij zijn er altijd blij mee. Al is er maar een kwart van wat aan de merk komt. Maar ik hoop dat ze allemaal aan de merk natuurlijk komen. Het hoeft natuurlijk niet alleen bij mij. Maar het is natuurlijk ook voor de gezelligheid. En voor de andere collega's. Er zijn enorm veel verschillende artikelen hier op de merk te vinden. Moeten de mensen toch eens iets vaker gaan doen. U bent zeker ook wel blij dat die hitte voorbij is? Heel erg blij. Ja, ja. Dit is veel lekkerder voor ons. Ja. En ook veel beter voor het verkoop. Ja, ja. En mevrouw komt ook met het mooie weer. Hè?